komen nog een paar mensen hier op het podium naar de burgemeester. Maar Willem, de burgemeester wil volgens mij ook jou aankondigen. Dus je moet heel even wachten, want hij heeft iets heel belangrijks te vermelden. Ik ben dus niet de burgemeester. Maar ik kondig wel de komst aan van onze vorige burgemeester. Toen de burgemeester afscheid nam van de gemeente Hallenbergen, wilde hij liever geen cadeaus, maar wel een bijdrage in een grote collectepot. En die wilde hij dan besteden aan onze sterrenwacht Tivoli, die ook vandaag natuurlijk voor iedereen te bezoeken is. De burgemeester heeft dit joviale gebaar gemaakt. Waarschijnlijk ook omdat hij zelf aardrijkskundeleraar is geweest en dus ook iets met de kosmologie te maken heeft. Maar ook omdat het natuurlijk een geweldig initiatief is dat mensen, vrijwilligers, hier iedere zondag die sterrenwacht open houden voor jong en oud. Cursussen en van alles wordt er gegeven. En ik nodig dan meneer Jansen, dus geen burgemeester meer, maar desalniettemin meneer Jansen uit om hier die cheque die hij verzameld heeft tijdens zijn afscheidsreceptie te overhandigen aan de voorzitter van onze sterrenwacht, Herman Vissia. Dames en heren, uw groot applaus voor dit joviale gebaar van meneer Jansen. Dank je wel. Zo, als je zo... die gaat hard. Als je zo wordt aangekondigd, dan kan dat niet fout meer, hè? Nee, dames en heren, wij kwamen net aanlopen, mijn vrouw en ik. En we zeiden tegen elkaar, ja, het is toch een fantastisch plein. En met zo'n enorm fantastisch gebouw, waar boven op dat gebouw een hele mooie koepel staat. Dan hebben we het verhaal een beetje rond, hè? Want het is natuurlijk niet alleen een hele leuke bijeenkomst hier met een kerstmarkt, waar van alles nog wat te doen is en waar heel veel mensen rondlopen. Maar het is ook fantastisch om, als je weggaat, een klein cadeautje achter te laten. Iemand vroeg mij, aan wie ga je dat dan besteden? En toen, ja, het is net al even gezegd, ik ben al wel aardrijkskundeleraar van vroeger uit, maar zoveel heb je niet meer sterrenkunde, hoor, als je aardrijkskundeleraar bent. Maar ik vond het zo fantastisch dat die gedachte, dat die weer terugkwam. Hè? Ooit hier begonnen met de Jezuïeten en nu na jaren weer terug hier bovenop het Tivoli. Ik denk, ja, dat moet je echt aandacht geven. En dan met name, en dat heeft dan weer wel met mijn oude vak te maken, met name voor kinderen. Want als het zou kunnen dat het bedrag wat ik u zo ga overhandigen een beetje wordt besteed aan met name de kinderen, dan denk ik dat er heel goed werk mee gedaan wordt. Want ik heb een beetje gegoogeld, zoals dat tegenwoordig heet. En dan zie je wat er al niet mogelijk is door jullie. Wat jullie allemaal niet die kinderen bij kunnen gaan brengen. Liefde voor, en niet alleen de sterren, maar ook voor de natuurkunde die erachter zit. En alles wat te maken heeft in feite met ons leven. Ik hoop dat jullie daar een hele goede bestemming voor hebben. En dan gaan we maar eens uitpakken. Of moet u maar eens uitpakken en kijken wat voor bedrag het is. Ik hoop dat het wat aardig is, want ik weet het eigenlijk ook niet precies. Wordt nog spannend ook, hè? Ja. Nou. Zo. Dat is toch wel aardig. Ja. 1735 euro. 735 euro. En dat dan allemaal te danken aan al die mensen die dachten, de Jans heeft genoeg wijn. We geven hem maar eens wat geld en dit kan dan een sterrenwacht. Ze hebben gelijk gehad. Hartstikke fijn. Meneer Jansen, hartstikke bedankt. Ik bedoel, we gaan er echt iets leuks mee doen. We doen al veel voor de kinderen en dit zal er zeker toe bijdragen. Ik wil ook graag namens de Sterrenwacht iets aan u overhandigen. We hebben voor het eerst, het is een traditie van jaren al geweest, dat de Sterrenwacht eerst Simon Stevin, daarna Quasar en daarna Sterrenwacht Tivoli boekjes uitgaven. Eigenlijk om alledaagse zaken vanuit de sterrenkunde uit te leggen. En het onze eerste boekje is De Ster van Bethlehem, geschreven door Niels Nelson. Niels is hier ook vandaag. En Niels heeft hem ook voor u ondertekend. En ik wil u graag het eerste exemplaar overhandigen. Alsjeblieft. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Heel toepasselijk, Ster van Bethlehem. Ja.
Nou. Hij hangt ook aan de basiliek, hè? Oké, dankjewel.